De slotetappe van Olympia's Tour is 147 kilometer lang met de start en finish in Tiel. En het is zaak voor Stan van Tricht om het geel naar huis te rijden vandaag. Daar rijden ze, de drie koplopers. Ja, Fabio sluit op dit moment aan. En daarachter valt het eigenlijk direct stil met een mannetje van Metek die de sprong nog wil gaan maken. Volgens mij is dat Stef Krul. Twee renners van Metek in de kopgroep. Of is dat toch Jason van Dalen? Het is van Dalen. Dat is knap gedaan. En heeft Van Tricht dus eventjes niet op zitten letten. Want hij moest alleen maar de Pestel en Van Dalen in de gaten houden. Dan is het nu wel zaak voor Stan van Tricht om het gat dicht te gaan rijden. Jason van Dalen staat op dit moment vierde op 15 seconden. Nou, de Pestel die nu ook aan het rijden is. Oh jongens, het is zwaar. Het is 1 tegen 1 allemaal. Ze hebben allemaal geen ploeggenoten meer. Tenminste, de Pestel hier niet. En ook Van Tricht niet. En nu is het voor Tim Marsman alle zeilen bijzetten om Jason van Dalen te helpen. Hier kan het klassement gemaakt worden. In het wit komt hij eraan, Sander de Pestel. Maar waar zit Stan van Tricht? Die zit daar nog weer een stukje achter. En Arne Peters die hier door wil rijden. Die toch ook een hele goede etappe rijdt. En daarachter valt het inderdaad stil. De Pestel heeft als eerste dat gat gedicht. Komt bij Arne Peters. Ja, de zaak voor deze man in het wit om 7 seconden voor Stan van Tricht te finishen vandaag. Hij moet gewoon 1,8 kilometer volle bak doorrijden. Niet meer omkijken, maar gewoon doorrijden. Dat is het enige wat hij kan doen. En dan hopen dat het gat met Van Tricht 7 seconden is of meer eigenlijk. Laatste kilometer. Daar komen ze toch terug van achteren. Daar komt ook Van Tricht. Ja, Van Tricht aan het tweede wiel. Met Koen Vermeld wordt op kop op dit moment. Zal Adno Koster er dan ook nog bij zitten? Wie wint de etappe? Wie pakt de eindoverwinning? Van Tricht komt nu toch wel echt dichter en dichter bij deze groep. Is het 7 seconden of meer? Er zijn bonificaties te verdienen. Dat weet de Pestel. Jason van Dalen die op dit moment een gaatje heeft op Sander de Pestel. Als je hier als eerste door die bocht komt met een gaatje, dan ziet het er heel goed uit voor Jason van Dalen. Nou, Jason van Dalen op weg naar de etappezege en misschien wel de eindzege. Ja, Jason van Dalen. Sander de Pestel moet derde worden nu. 10 seconden bonificaties te verdienen. Maar hij wint in elk geval de etappe. Jason van Dalen. Tweede wordt Fabo. Derde de Pestel. Ze juichen bij Metek. En daar komt Van Tricht. Ja, 7 seconden. Maar Jason van Dalen pakt natuurlijk 10 seconden bonificatieseconde. Ja, dit was gewoon op en top teamwork. We hebben het gewoon zo goed uitgespeeld met z'n zevenen. Echt super. En ik weet niet wat de voorsprong nog was. Maar ja, misschien, ik weet niet wat erin zit, maar in ieder geval de etappe gewonnen. Jason van Dalen wint de etappe, maar pakt hij ook de eindoverwinning? Of gaat hij toch naar de Pestel? Ja, de felicitaties van Vermeers. Sander de Pestel wint Olympia's Tour. En dan moet dat met 1 of 2 seconden geweest zijn. Oh, ja, met die bonificaties en zo. Ik was eerst aan het kijken hoeveel hebben we voor. Want dat groepje met Van Tricht kwam redelijk dicht. En ik wist dat Jason van Dalen zeker, die had tweede wordt. Die zat bij mij en Metek zat met 3-4 man, dus die had ons wel in de klem. Op het laatste, ik bleef gewoon vol rijden voor het klassement. Ik wist dat die jongen dicht stond, dus als hij de rit zou winnen. En dat deed hij. En ik eindigde niet in de bonificaties. Dan was het klassement weg, dus het was echt rekenen en ondertussen afzien. En ik ben ontzettend content. En, het was mijn laatste koers voor Lotto Soudal, ook mijn laatste koers als belofte. En om dan hier het klein klassement te winnen, daar had ik gisteren wel van gedroomd. Maar om dat nu werkelijkheid te zien worden, is wel fantastisch. Drie jaar bij de belofte, daar heb ik geaccelereerd. Volgend jaar in de kleuren van Sport Vlaanderen.